Breda Nu. Je weet het meteen. De jury van Beste Binnenstad was op bezoek in Breda. Onze stad staat samen met Arnhem in de finale van deze verkiezing. De 15-koppige jury werd ontvangen door burgemeester De Pla. Ze toerden door de binnenstad door middel van een bus, boot, te voet en met de fiets. Ieder jurylid let weer ergens anders op. Zo is er iemand gespecialiseerd in mobiliteit, wordt er gelet op duurzaamheid en is er een jurylid die alles weet van wonen. Ja, het gaat er nu om spannen natuurlijk, hè? Breda of Arnhem. Ja, het wordt heel spannend. Maar dat hoort natuurlijk bij zo'n finale. En het is natuurlijk al heel mooi dat wij in de finale staan. En ik denk ook wel een klein beetje terecht. Want als je naar Breda kijkt, datgene wat er hier te vinden is. Aan winkels, aan mooie gebouwen, maar vooral ook mooie mensen. Dan denk ik dat het echt, finale plaats terecht, maar ook een hele mooie waardering is voor de inzet en de energie die al die mensen hier in Breda iedere dag weer opnieuw steken in onze mooie binnenstad. Maar het feit dat we een jury daar ook nog naar Arnhem gaat en in Arnhem zullen ze ook heel mooie verhalen vertellen over Arnhem. Dus laten we op een gegeven moment de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is. We doen ons best, maar één ding weet ik zeker. Geniet ook van het feit dat we finalist zijn. Jij bent dus juist meegeweest met de jury. Je bent van de VVV Breda. Ja, wat waren zo de reacties? Nou, ik vond het een heel enthousiaste groep juryleden. Dus dat vond ik wel erg leuk om mee te maken. Mm-hmm. We vonden het heel spannend natuurlijk vandaag. En eigenlijk al vanaf het eerste begin waren mensen bij het binnenkomst in het station al meteen zo van wauw, wat een mooi station hebben jullie. Dus dat begint al gelijk goed. Dus juist meegeweest met de jury, ook meegevaren. Wat is zo de eerste indruk? Ja, fantastisch. Echt, onze stad is zo mooi. Iedereen heeft zo hard zijn best gedaan. Ik ben echt oprecht trots om wethouder te mogen zijn van deze mooie stad. Maar wat is de stand, Breda-Arnhem? Nou, ze laten zich daar niet over uit. Nee. Nee, absoluut niet. Maar ze zijn onder de indruk van de schoonheid, de mooie panden, hoe goed we samen werken met elkaar in Breda. Dus ze zijn echt onder de indruk. We wachten het af, maar voorlopig is het 1-0 voor Breda. 2-0 al. Breda Nu. Je weet het meteen.